De afgelopen winter is buitengewoon zacht geweest, waardoor mijn visserij niet lang heeft stilgestaan. Vanaf de maand oktober heb ik vooral korte sessies gevist op kanaaltjes en in de buurt van bruggen. Op deze stekken ligt in de winter immers vaak vis en door de winter heen is het me nou regelmatig gelukt om een visje te vangen. Het was lang niet altijd raak, maar wintervissen zijn bonusvissen en dus had ik geen enkele reden tot klagen. Voor het nieuwe jaar heb ik mezelf als doel gesteld om nog scherper te gaan vissen. Nieuwe lijnen werden daarom opgespoeld en de haken werden extra scherp gemaakt. Eind februari viste ik een gezellige social met teamgenoot Erik. Hij ving s'avonds een mooie schub op een door hem aangevoerde stek en dat motiveerde mij weer om een kanaalstekje aan te gaan voeren. De specifieke stek had ik in oktober voor het eerst bevist. Toen was de stek goed voor 3 snelle aanbeten, maar ik had geen idee of er ook in de winter vis te vangen viel. Dat dit wel degelijk het geval was, bleek na een paar voerdagen in het begin van de maand maart. Ik voerde 50 boilies per dag en binnen een uurtje lag de eerste vis al op de mat. Een aantal mooie vissen volgden en in deze videoblog neem ik jullie mee naar de eerste 3 sessies op deze stek. Het is 2 maart. Korte sessie op een voerplekje op kanaal. 2 vissen, de eerste kleintje. Klein schubje. Vervolgens deze hele fraaie spiegel. Net over de 10 kilo. Heel erg blij met mooie kleuren. Hij scheidt vol het voer uit. Dus hij zit er goed op. Top, echt top. Heel blij mee. Juist, daar was ik wel super blij mee, dat begrijp je. Maar terwijl ik hem net terugzet, gaat de hengel opnieuw af. Mooier dan deze ga ik vanavond die vangen. Fantastisch mooie rijen. Manier om het jaar te starten, top. Punt gaaf. Op de derde sessie, op de voerstek. De eerste sessie leverde me een paar mooie vissen, op de tweede verliep heel erg stil. En nu de derde sessie binnen. 5 minuten de eerste aanbeet. Mooie spiegel. Hele sterke vis. Goed begin. Terug.
twee weekjes aan het voeren op een kanaal midden in de drukke stad. De eerste sessie die heeft me gelijk een aantal mooie vissen opgeleverd. Ik heb 3,5 uur gevist en 3 vissen binnen waaronder die rijen. Wat ik jullie net heb laten zien. Dat is echt zo'n vis. Dan ga ik echt van naar de waterkant. Dat is fantastisch. En met het vertrouwen van die eerste sessie ben ik nog een tweede keer naar de waterkant gegaan. Toen blankte ik. Er zit totaal geen leven in. En nu zijn we inmiddels weer een paar dagen verder. We hebben gewoon doorgevoerd. Iedere dag gaan er zo'n 50 boilies te water. Dus tussen 2,5 en 300 gram. En dat is voldoende voor deze periode. En ook vandaag, hengels lagen net in. Binnen 5 minuten gelijk de eerste aanbeving. Dus vertrouwen is hoog. Nog 2,5 uur te gaan. Ik ben benieuwd wat er nog volgt. Opruimen, dan moet ik naar mijn werk toe. Dus het is nog niet zo wild als dat ik gehoopt had. Flitsende start. En daarna bloedde het toch een beetje dood. Ik kreeg een half uur na die eerste vangst kreeg ik een oplopertje op de linkerhengel. Het zat me niet helemaal lekker, want het gebeurde verder helemaal niks mee. Daarna bleef het gewoon stil. Dus ik heb die hengel toen een keertje ingehaald, want toen bleek dat die muur vast zat. De haak was ook beschadigd. Dus alles vervangen en opnieuw ingegooid. Sindsdien maar een paar losse piepjes gehad. Rechts heeft nog helemaal niks laten zien, helemaal geen activiteit. Ook die heb ik een keer opnieuw ingegooid om te controleren of alles in orde was. Beide hengels met een PVA zakje weer op de stek gelegd. We gaan wel zien of het in die 25 minuten nog wil lukken. En anders is het jammer, maar heb ik in ieder geval een mooie vis binnen. Helaas bleef het ook in de laatste minuten van de sessie stil. Hoewel ik mijn visserij op de stek inmiddels tijdelijk heb gestaakt, kan ik spreken van een goede seizoenstart. En wie weet wat het voorjaar voor mijn petto heeft.